Ben je al helemaal zen? Dit is de oude restaurant. Welkom bij de slechtste vlog van... Dat is niet leuk, dat is niet leuk. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij de 92e Harme Frodo vlog. Hi! Ja, ik ben nou vrijgelaten! Yay! Wij moesten hier om 6:30 verzamelen, want dan zou onze bus vertrekken. Alleen toen was de bus te klein. Duitsland. Dus we staan hier al 1 uur en 10 minuten te wachten op een nieuwe bus. Alleen nu staat hij in de file in Nijkerk. Leuk! Oh, ja, leuk. Ja, ons zal wel hetzelfde gebeuren, denk ik. Ja, wij moeten naar Hoorn vandaag. Voor geschiedenis en zo, dat is ook allemaal saai. Ja, Trier is het saai. Wij gaan daar overnachten, Trier. Gaan jullie overnachten? Ja, het is 5 uur rijden. Wij hadden zonder overnachting. Wij gingen gewoon heen en terug op 1 dag. Dat is echt heel oneerlijk. We rijden 10 uur onder. Hallo kijkers van Harme Frodo, welkom in deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Harme Frodo en vandaag neem ik jullie weer een dag mee naar mijn school. Want vandaag gaan we een dag op excursie naar Duitsland. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Welkom bij de slechtste vlog van... Het is niet leuk, dat is niet leuk. Zo. I'm getting stronger, step by step. We zijn aangekomen in Hoorn. De dag is ondertussen al super goed geregeld, toch? Fantastisch. De bus is te laat. Alles geld, was te laat. Maar... Welkom terug in de vlog. Vandaag niet zo letterlijk. Oh. Ik vond het eigenlijk leuk als jij gewoon daar staan en dan filmen en dan draaien. Wat bedoel je draaien? Zeg maar. Oh, ja. Draaien. Ja, dit is nu al topcontent. Nu komt er een busje achter jullie. Je gaat dit echt gebruiken. Wacht, hoe ga je in welke zin ga je hier over? Hallo allemaal. We zijn vandaag in Hoorn. En als je even achter je kijkt, zie je daar een museum. Het beste prijs. Het is volgens mij het beste prijs museum. Het beste museum. Het Friet museum, ja. Het gaat over Friet. Het gaat over Friet. Het museum. Oké, jongens, we staan hier in de haven in Hoorn en ik ga hier dus op ontdekkingsreis. Hier liggen de schepen en hier ligt de hele plezierjacht en zo. En hier ligt het IJsselmeer, hier achter zo. We are
is niet meer geweest naar Schotland. Wat een schande. Ja. Tigo, waarom word je niet bij Schotland? Omdat ik al een keer op de tweede reis was geweest. Maar Schotland was er. Ik ben ook Tigo. Tigo. Ja, dat is stom. Tigo. Oh, jullie zijn allebei Tigo. Sorry, ik ga al. Oké, we hebben anderhalf uur vrij, pauze of wat dan ook. Eigenlijk heb ik dat, want de rest is allemaal weg. Dus ik ben hier nu even alleen. Hoorn lijkt eigenlijk een beetje op Amsterdam, maar dan zonder toeristen. In Amsterdam vind ik dit altijd super awkward, maar moet je eens kijken hoe ontzettend leeg het hier is. Echt, je ziet vrijwel niemand op straat, terwijl het nogal een grote stad is. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Ik had helemaal niks te doen. Jawel. Je hebt gewoon stokbrood. Ik had altijd al stokbrood. We zijn aangekomen in het museum. We zijn nog steeds in het museum hier tussen alle schilderijen. En dit heb je ook nog. En dit. En dit. En dit. Dat ken ik trouwens. Ben je al helemaal zen? Dit is de oude restaurant. Ja. Waarvan ik, en nu werd je bijna aangereden. Niet gaat doen.